Goedemorgen jongens. Wow, en welkom bij de nieuwe aflevering van de grootste ballen van de wereld. Ik heb heel erg lang niet gevlogd. Sinds ik fulltime werk heb ik eigenlijk niet meer gevlogd. Wow, het is nu ook echt heel erg wennen, wat grappig. Dus sinds ik juf ben, omdat ik het gewoon... Ik werk elke dag. Na mijn werk ben ik best wel moe, dus ik had altijd het idee dat het gewoon te weinig was voor jullie om te filmen. Maar ergens mis ik het heel erg en ik keek laatst naar mijn kijkcijfers. En bij vlogs was het toch wel het beste, zeg maar. Het percentage dat mijn video's zijn bekeken. Ergens ook weer logisch, omdat... Die video's veel minder views hebben. Dus dat is minder snel dat er onbekende mensen opkomen. Dus het zijn vaak je abonnees. Maar toen bedacht ik me dat een tijdje lang mijn vlogs echt best wel veel werden bekeken. En dat mensen het ook echt jammer vonden dat ik was gestopt. Dus ik heb nu even een kleinere lens ook aangeschaft. Met Mediamarkt BTW dagen. Iets kleiner, want ik heb een body met een klikbare lens. Dus eerst was hij zo, nu zo. Het scheelt bijna niks, maar het is net even dat stukje. En ik ga het gewoon weer even proberen. Of ik puist. Ik ben niet helemaal lekker trouwens. Het is nu ook echt griepepidemie weer en zo. Maar of ik weer ga vloggen. En weet je, er komen zoveel pakketjes binnen. Laatst ging ik naar een event. Of ging ik naar de Efteling. Of was ik bij een vriendinnetje. Dan denk ik, had ik dat kunnen filmen? Dat was super leuk geweest. Dus ik deed niet te lange video's, hoop ik. Maar ja, ik klets nu alweer heel lang. Niet ingewikkelde video's. Niet hele mooie video's. Ik wil niet dat het me tijdsdruk oplevert. Ook niet standaard elke week. Als dat een keertje niet leuk is de week. Of het lukt me een keertje niet, dan niet. Gewoon ergens random in de week gooi ik het online. En als je dat leuk vindt, doe even je duimpje omhoog, want dan weet ik of er interesse in is. Ik ben met vloggen heel eerlijk, als er geen interesse in is, doe ik het niet. Want ik vlog voor mezelf wel belangrijke momenten, zoals vakantie of zo, omdat ik dat leuk vind om terug te kijken. Maar dit soort vlogs kijk ik uiteindelijk toch niet echt terug. Dus dit doe ik op zich echt wel om mijn leven met jullie te delen. En dat vind ik heel leuk. Dus als jullie dat leuk vinden, ga ik het zeker doen. Oké, het is nu misschien ook wel even leuk om te zien. Voordat ik een YouTube kanaal had, had ik echt geen één merk horloge. En nu wel. Deze trouwens gewoon van AliExpress. Oh, het is 7:55. Oh, en deze stokjes had ik dus bij Primark gekocht. Dat is zo gek. Je moet dus zeg maar hier klikken. Kijk, nu denk ik al, dit is alleen al leuk om te delen. Hier klikken en dan gaat de vloeistof naar de andere kant. En dan kan je echt super makkelijk je make-up weghalen. Maar ik snap niet. Ik snap zeg maar niet waarom als je dit klikt, dan gaat dit kantje kapot. Dus dat vind ik zo zonde. Maar goed, verder ben ik bezig met opmaken. En deze NYX Drops en deze NYX Foundation in nummer 10 zijn zo geweldig voor mijn huid. Oh, ik bedenk me trouwens, ik moest gisteren mijn haar wassen. Dus ik moet nu mijn haar stylen, want mijn haar zonder stylen is echt drama. En weet je wat echt super stom is? Ik heb zeg maar eigenlijk maar 3 broeken die ik op het moment draag. Nou, laatst is mijn zwarte broek daarvan zeg maar down under helemaal gescheurd. Dus die heb ik wel genaaid, maar echt, die broek is van Zara en die heb ik te heet gewassen. Dus is eigenlijk gewoon niet meer goed. Deze grijze Primark broek, die ik vaak in pashokjes shoplogs aan had. Daarvoor dus heb ik de gulp gisteren kapot getrokken. Dus ik heb nu alleen nog maar een donkerblauwe spijkerbroek. Die eigenlijk helemaal niet lekker zit en de hele tijd afzakt. Leggen jullie je kleren klaar? Daar ben ik heel benieuwd naar. Ik doe dat dus nooit, omdat ik me dan... Oh, hier is mijn broek. Omdat ik me dan... Oh, wat mooi dit. Net weer niet in die mood voel of zo, weet je. Ik draag ook helemaal geen bijzondere kleren op mijn werk. Wat een herrie met die weg, joh. Ik had dit shirtje dus gekocht. Een soort van Gucci namaak, maar hij is best wel leuk. Oké, ik ga mijn haar stylen en ik heb zo'n hele dure steltang gekregen van zo'n webshop. En die gebruikte ik altijd, maar toen kwam ik erachter dat deze dus van Remington, ik weet niet hoe die heet. Deze gaat tot 230 graden. Dat die echt... Hier stond trouwens bij in de advertentie. Ik had hem gekocht toen ik net blond was. Stond erbij. Niet te gebruiken op geblondeerd haar, maar ik koop het dan alsnog. En deze is dus zo goed. Maar misschien is het dus heel slecht voor mijn haar. Ik heb hier een puist al heel lang niet weggehaald, dus ik ben er bijna van gaan houden. Ik vind het wel grappig. En verder eet ik vegan sinds vandaag 3 weken. En ik zat onder de puisten en die zijn eindelijk bijna allemaal weg. Deze heb ik ook Insta laten zien. Ik had het gekregen om een foto mee te plaatsen. En nu moet ik zeggen dat ik daar best wel sceptisch in ben. Want als ik het product niet fijn vind, ben je dus verplicht om een post te plaatsen. En dat haat ik. Dus dan zet ik er zeg maar geen caption bij ofzo. Ik ga niet liegen. Maar deze vind ik echt top. Het is nieuw. Dit doe ik nu ervoor in mijn haar en soms erna. Je zou denken, heb je nu iets in je haar? Ja. Het was net nog veel erger. Laat even weten trouwens, waar ik heel benieuwd naar ben. Wat jij, dus jij daar. wat jij het leukst vindt om te zien in vlogs. Zijn het pakketjes? Is het kletsverhalen? Is het wat mijn favoriete producten zijn? Wat ik eet? Hoe ik over dingen denk? Wat ik doe op een dag? Mijn werk trouwens. Ik weet dat zoveel jullie dat willen zien. Maar daar ga ik gewoon niet veel filmen. Want dat vind ik gewoon niet fijn. Maar laat het even weten. Ik ben trouwens nog best op tijd. Ik ga even oorbellen. Ik merk dat ik het wel heel leuk vind om weer tegen de camera te kletsen. Is het hetzelfde? Ja. Dit kettingje had ik van Ruup gekregen met 5 jaar samen. En ik ben er zo blij mee. Kennen jullie dat trouwens, dat je wel je tanden hebt gepoetst, maar dat je niet hebt gegeten, waardoor je
smaak in je mond echt zo vies is. Hallo jongens. Het is inmiddels 4:10. Lang niet gebroken. Ik heb net mijn bak met havermout op. Ik had ook nog crackers met avocado gegeten trouwens. Mijn moeder was hier net. Heel gezellig. En nu ben ik bezig met de weektaak. Dus ik denk dat kan ik ook wel laten zien. Kijk, zo ziet dat eruit. Pictogrammetjes. Ik ben de weektaak wat korter aan het maken. Want ik maak ze eigenlijk steeds wat te lang. En dat is zonde. Want dan maakt meer dan de helft. Die maakt de helft niet, zeg maar. Dit is trouwens mijn to-do-lijst. Dit verbergt even. Maar helemaal vol. Kijk, zo ziet dan mijn boerter deels uit. En hier ben ik nog bezig met de weektaak klaarleggen. Kijk, hier is wel leuk. Kijk, dus dat pictogrammetje op de weektaak. En die zoek je dan hier. En dan ligt die in deze mand. Mini-loco, want we zijn bezig met het thema vogelopvang. Dit is super leuk. Dit is een spelletje. Dan moet je hier een stokje trekken. Dat is gewoon zelf gemaakt. Het staat hier €70. En dan moet je dat dus gaan samenstellen. En als je kaboom trekt, dan moet je alles weer inleveren. Het is het leukste om het samen te doen. En dan ga ik hier de taakjes leggen. Hier komt een schrijfblad. Ik ga even verder. En dan hoop ik met een half uurtje naar huis te gaan. Want ik krijg toch mijn hele lijst niet af. Oké, het is 5:00. Juist. Ik stop ermee. Ik ga lekker aan mijn weekend beginnen. Mijn vorige week was trouwens super leuk, maar heel erg druk. Dus daarom ben ik nu zo moe. En we hebben dus een hele drukke periode met CITO-toetsen, rapporten. Methode die ineens heel erg veranderd. Dus meer lesjes voorbereiden en zo. Dus daarom ben ik nu zo gaar. Maar ik ga lekker in het weekend lekker uitrusten. Ik heb nog helemaal niks op de planning staan, dus misschien wordt het wel heel erg saai. Maar we zien wel. Oké, hallo jongens. Ik ben thuis. Ik ben een beetje aan het chillen. We hebben dus echt de liefste postbode ever. Want hij weet dat wij er overdag eigenlijk niet zijn. Dus hij komt bijna altijd nog 's avonds. Dus nu 6:00 komt hij nog een keer langs. Ik liet dus nog een dat haarspul zien. Dat was dus voor een Insta-post. Maar in die advertentie of die dingen waar ik me voor kon aanmelden stond dat je 8 producten geloof ik kreeg. En 2 missen er. Dus ik had wel even gemaild van, hé, waar zijn die? Zij zei, als je ze wil kun je het nog even mailen. Maar volgens mij had ik daar niet eens op gereageerd. Maar nu krijg ik dus dit briefje. Dus dat vind ik wel heel erg netjes van ze. Op mijn Instagram is trouwens een winactie. Met deze van NYX. Maar ik ging dus even gisteravond sorteren. En ik heb echt extreem veel. Deze hele tas zit vol met producten. Vooral van NYX. Die ik wil gaan weggeven. Ooit. Omdat dat producten zijn. Van ik weet dat als ik ze 1 keer test. Ik ze eigenlijk daarna niet echt vaak ga gebruiken. Dus dat vind ik zonde. Maar dit is dus een hele tas vol met producten. Die ik dus nog wil gaan testen. Echt niet normaal. Niet normaal. Dat heb ik eens even uitgezocht als in dit wil ik testen. Moet je even kijken. Nou, ik zal even een soort van snel het laten zien. Maar ik laat het altijd op Instagram zien. Maar ik heb het nu dus verzameld. En het is zoveel. Dit kreeg ik op het event. Dit ook. Dat heb ik dus allemaal op Insta laten zien. Maar kijk hoeveel. En dan heb ik al deze lippuffies. Maar ik weet gewoon niet zo goed hoe ik het allemaal ga laten zien. Hiervan heb ik de swatches op Instagram laten zien. En wat ik nu een beetje heb, kijk, dat ik heel erg zonde vind. Heel veel van deze kleuren draag ik niet. Dus dan ga ik ze 1 keer testen. Dan maak ik ze open en dan ben ik gewoon heel benieuwd. En ik krijg het ook om te laten zien, dus dan doe ik dat. En dan ziet het er dus zo uit. Dan kan ik het niet meer weggeven, weet je. Terwijl ik het 1 keer op mijn hand heb getest. Dus dat vind ik zo jammer. Ik vind dat zo zonde, want ik heb heel veel make-up. En ik vind het zo leuk om alles te testen. Maar ik vind het zo zonde als ik het niet gebruik. Ik lig goede tijden te kijken. Met deze wollige kitten, kijk. Je bent zo vollig. Je bent zo vollig. Goedemorgen jongens. Ik ben best wel bij tijd opgestaan voor mijn doen. Hallo Puist. Ik ben even een lijstje aan het maken wat ik allemaal wil doen dit weekend. Ik wil in ieder geval nu me gaan opmaken. Ik heb net gedoucht om een vegan toko proeverij op te gaan nemen. Dus dat is wat ik nu eerst ga doen. Hallo jongens. Ik wil net een video gaan opnemen, maar ik ben net van een stoel gevallen. Kijk. Vallen? Erin gezakt. Nee. Hij heeft dat lopen buigen. Ja, ik zit nu met mijn filmlens. Dus ik zit echt net, ik ben net eens omgevallen. Ik wou net gaan filmen. En ik moet nog eyeliner op doen. Dus dat was het. Hey Bobby. Oké jongens, ik probeer dus een Instagram foto te maken. Ik vlog nu dus even met die filmlens. Maar met deze mascara. Dat ik het in de spiegel me opmaak. Dat vind ik altijd echt super leuk. Maar het lukt me niet. Dus hopelijk gaat Ruud me zo even helpen. En deze vetzak die zit zich een beetje bemoeien. Dat vindt hij leuk. Doei. Oké, ik heb net mijn proefvideo opgenomen. Dit is echt... Nou, Ruben vindt het dus weer vis maken. Ik vind het zo lekker. Nou, die video staat online. Dus hoe ziet het er hier nu uit? Ik ga even mijn camera opladen. Ik heb geen zin om te winkelen, maar het moet. Ik moet even wat dingen halen en doen. Dus dan ga ik weg. Oké, jongens. Ik zit in de auto. Soms pak ik echt mijn camera en denk ik, waarom ga ik filmen? Dan heb ik gewoon zin om iets te zeggen. Ik zit hier dus met achterin allemaal dozen.
Ik denk, kijk, ik dump ze steeds in de auto, maar op zaterdag is volgens mij het schuitstation al open. Dus ga ik even naar het schuitstation. Ik heb hier allemaal dingen die ik terug wil brengen. Ik heb dus helemaal geen zin om terug te brengen, want dan moet je in Almere moet je altijd door de hele winkelstraat heen. Maar ik weet niet zo goed naar welke stad ik anders kan gaan. Hilversum? Misschien ga ik wel naar Hilversum. Ik weet niet, dit is echt super saai. Ik wil eigenlijk verder niks zeggen. Ik moet even wat dingen doen. Kijk, dinsdag heb ik een première, dus ik wil eigenlijk een soort gala jurk vinden. Maar volgens mij ga ik dat echt online moeten bestellen. Maar had ik al gedaan, want dat was allemaal te klein. Ik heb broeken nodig. Ik haat broeken passen. Maar ik heb dus een panty aan, dus misschien kan ik die broeken zelfs even over mijn panty heen passen, weet je wel. En ook jurken kan je lekker over je panty heen passen. Ik heb ook BH's nodig. Dat zijn allemaal van die dingen die gewoon niet leuk zijn om te halen, vind ik. En ik moet dus dingen terugbrengen en ik wil nog kijken of ik nog een on the go kan filmen. Dus, oké. Okay. Doei! Kijk dit jasje. Zo leuk. Kijk wat ze hebben. Op Primark ben ik dus. Chocolate highlighters. Wow, deze is echt heel mooi. Wow. Oké, ik sta het pashoekje. Ik heb nu een shirtje aan die ik heel leuk vind. Gewoon wit met dit. Ik had hem wat kleiner gepakt omdat ik normaal te groot pak. Maar ik denk dat ik hem toch één maatje groter ga pakken. Omdat hij ook best wel doorschijnend is. Dus dan wil ik niet dat hij straks zit. Ik twijfel nu of ik dit leuk vind. Oké, hij zit niet hier heel mooi. Ik twijfel of ik misschien... Kijk, ik zoek eigenlijk gewoon een soort broek die ik vaak aan kan. En ik kan niet altijd dit hebben. Hier hou ik altijd zo van dat je haar uit je elastiek haalt. En dan zit het zo. Nee. Deze wel een maatje groter. En deze weet ik nog niet. Jongens, ik heb een vegan broodje gevonden. Dus ik heb nog een broodje voor mijn on-the-go video kunnen filmen. Dat heb ik net gegeten. Dus die zien jullie wel in die video. En ik ga nu even naar Zara daar parkeren. Want ik heb gezien om de hele winkelstraat door te lopen. Oké, ik ben in de Zara en ik dacht, ik wil een keer zo'n soort broek proberen. Maar ik dacht dat ik mijn benen daar net heel dik voor vond hoor. Ja, ik vond het dus ergens wel heel erg vet. Het is maar 18 euro. Kijk, hier zit de breedte en hier hè. Oké, zoals je kunt zien ben ik helemaal op. Echt een BH vinden, drama. Broek vinden. Ik had broeken gekocht. Ik had ze niet gepast. Toen ging ze daar in de H&M passen, want daar was ik toch aan passen. En toen vond ik ze te wijd zitten, dus dan heb ik ze weer teruggebracht. Echt, oh. Maar goed. Nu ga ik in mijn auto stappen en over een uurtje ben ik dan hopelijk op Centraal Station, had ik dat al gezegd. Ik ga dan even op station Weesp de auto parkeren en dan met de trein naar Centraal. En daar ga ik met Susanna sushi eten. Dus dat is heel leuk. Dus ik zie jullie daar wel weer. Oké, we zijn er. En we hebben net miso soep gehad en sushi. Susanna is ook vegan aan het eten. Hallo. We hebben net miso soep gehad, maar die is nu al weg dus. Maar ik heb nog maar 4% batterij. En we hebben nu allebei dus het veggie menu. En ik heb ook nog straks avocado makkies. Super lekker. Ga je nog iets met vis nemen? Nee. Ja. Hallo. Hallo. Dat is super nice. Have you tried the sweet one? Ja, dat is zo zo. Are you recording? Oh, you should eat it one time. Mm-hmm. See, you cook avocado. Veel, hè? Hallo. Oh jongens, het is echt mega lekker. Ik zeg net tegen Susanne van, zie je hoe erg je kunt genieten van vegan sushi? Jongens, de verleiding wordt wel steeds groter. En ik heb die nog een keer besteld met die veggies. Nou, het zit al best wel vol. En we vinden het dus zoveel chiller om... Kijk, Susanne is ook net als ik echt fulltime all you can eat persoon. Maar we zeiden al, van dan, wij hebben altijd zo'n dingetje dat we echt zoveel mogelijk rondes willen halen. Maar dat is echt niet chill. Dit is zoveel chiller. Je geeft minder uit en je zit gewoon verzadigd. En je geniet er zoveel meer van. Normaal hadden we dit echt in 2 minuten opgegeten. We zitten bij Starbucks. Het is 9:30. En ik heb een grote cold brew gedronken. Maar ja, ik moet nog even door. En ik moet straks ook nog mijn YouTube video editen. Dus ik was echt moe. Wat heb jij? Hot chocolate. Cute. Let me see. Wow, thanks. Wait. So nice. Ew. Wat hebben we gekocht? Een boekje. Een boekje. Oké, okay. Zeg eens een vraag. We hebben hem allebei dus gekocht. Kijk, mijn is hier. Stel de batterij op, stel de batterij op. Ga jij graag naar een bioscoop? Ja. Yeah. You know what it means? Ja, yeah, you go to the cinema. Ja. Yeah. I just have to like talk.
Oké, jongens, het was zo leuk. Ik ben zo blij dat ik weer spontaan heb afgesproken. Ik zit nu in de auto. En er is iets heel erg raars. Want ik heb een vriendinnetje, een heel goed vriendinnetje, Jiminy. En ik zie haar niet zo vaak. Het is net op wereldreis geweest, 5 maanden of 4 maanden. En als ik haar zie, kom ik haar altijd tegen op station Weesp. En nu is weer, na 5 maanden. Zo raar. Oké, toen viel mijn batterij weer uit. Ik ging steeds mijn batterij weer opwarmen in de hoop dat hij het weer deed. Maar ik ben zo blij, het was zo leuk. Wat was ik aan vertellen? Oh ja, over Jiminy dus. Dat is zo bizar. Echt, eerst dachten we ook echt van, nou oké, toeval weet je. Maar nu hebben we echt ook al een beetje van, wat? We zien elkaar dus niet zo vaak. Maar altijd, als ik op het station ben, zie ik haar. Nu sta ik Susanna. Susanna ging nog helemaal mee naar Weesp. Vanaf Weesp ging ze dan weer de trein naar Duivendrecht nemen. Want dan konden we nog even langer kletsen. Dus ik sta nog even op haar te wachten tot haar trein vertrekt. En wie roept er beneden, hey, is het Jiminy? Die is echt serieus. Net een paar dagen terug is van de wereldreis. Dus het is zo bizar. We hebben nog niet afgesproken. Nu zag ik haar. Dus even. Het is zo fijn. Al klets je maar 5 minuten. Het voelt toch weer helemaal alsof je elkaar weer hebt gezien. Dus dat vind ik heel erg leuk. En het is gewoon te toevallig. Ik ga even kijken of ik nog wat moet laten zien wat ik heb gekocht. Hi Bobby. Dit is zo leuk. Het leukste om te doen vind ik dan dit. Hi. Hi. Wow. Oeps. Oh, pas op schat. Sorry. Nu gaan mensen zeker zeggen zielig. Nou, dat vindt hij niet erg hoor. Nu wil hij nog een keer. Kom maar. Oké, verder heb ik zo schattig. Ik heb dus al die schattige lampjes van dat merk. Ik weet even niet meer hoe het heet. Maar Primark heeft nu dus ook. Deze maar 4 euro en dan gaat het gewoon op batterijen. Dat kocht ik in Almere. Net in Amsterdam kocht ik nog even dit kleed. Ik heb al een Pusheen kleed, maar zodra ik er nog eens in moet ik hem hebben. New York shirtje. Maar dan een maatje groter. Ik ben wel heel blij daarmee. Hij was trouwens 6. Ik ben er echt heel blij mee. En een broek. Even laten zien. Kijk. Hij was er dus alleen in een best wel grote maat. Maar je kunt het wel strak doen. Ik ga het meteen even aandoen. Ik ben echt benieuwd. Oké, waarschijnlijk staat het mij weer echt niet. Zoals altijd. Niet heel flatteus. Maar het was maar 10 euro. En ik vind het verdienen zo leuk. Oh, is dit voor een Instagram foto. Maar kijk. Dit is toch echt Tante Truus. Ik heb nu mijn panty eronder. Maar al is het zeg maar voor op vakantie gewoon. Het slippers is eronder. En dan zo'n shirtje erin. Kijk, als je het zo ziet. Zonder die panty. Als die zeg maar volle lengte zou zijn, zou ik het denk ik leuker vinden. Nou, ik denk dat ik hem sowieso wel ga houden voor 10 euro. Hij is echt heel leuk, maar dat zie je dus nu niet zo goed. Maar het is echt een hele leuke broek. Iedereen keek er ook naar, maar er waren alleen nog maar hele kleine en hele grote maten. Hij zit heerlijk in ieder geval. En nog een soort van off-shoulder trui die ze dus in het blauw hadden. Rood, wit, zwart. Allemaal leuke kleurtjes. Van de H&M voor 25 euro. Ik zal proberen die nog even te laten zien als ik hem aan heb. En er is het boekje net bij de kiosk. Ja, echt 12,50 weet je. Maar het is gewoon leuk, leuke herinnering. We waren daar en we dachten, waarom kopen we het niet gewoon? Leuk. En 2 kwasten. Want ik heb dus eigenlijk heel veel kwasten, maar ze zijn best wel oud allemaal. Heel veel van AliExpress. En deze waren nu in de korting. Alsnog waren ze 9 en 11 per stuk. Maar ik vind hele fijne kwasten. Ik ben zo blij. Want dat weten jullie misschien niet. Maar sinds ik fulltime werk zag ik eigenlijk heel weinig mensen omdat ik heel moe was. En nu is het 2,5 jaar soort van ingegaan. En heb ik voor mezelf besloten dat ik echt meer mensen wil zien. Dus ik ben helemaal blij. En dan ga ik nu editen. Dan wordt het wel een beetje laat. Want het is al 11 uur. Maar goed, maakt niet uit. Ik heb koffie op. En dan ga ik daarna lekker slapen. En dan morgen moet ik sporten en zonnebank voor mezelf. Dus dan zie ik jullie morgen, denk ik. Doei! Het is nu al zondag. Maar ik ben een video aan het bewerken. En ik heb zoveel beelden dat ik heb besloten om de vlog hier voor jullie af te sluiten. En dan de volgende vlog die jullie gaan zien zal dan best wel snel weer online komen. En dat is dan van mijn zondag. En misschien mijn maandag en mijn dinsdag of ik weet niet. In ieder geval met de première erbij. Want anders werd het wel heel erg lang. Dus ik vind het super leuk dat ik weer vlog. En ik heb dus echt heel veel gefilmd en ik vind het helemaal leuk. Laat even weten wat jij ervan vond. Ik hoop dat jullie het ook wel leuk vonden. Bedankt voor het kijken en tot snel. Doei!